Good morning, channel fans, en welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Deze vlog is speciaal, want ik ga op vakantie. En voor deze vakantie heb ik maar liefst een jaar voorgewerkt dat ik erheen kan gaan. En de bestemming is Duitsland. Nee, natuurlijk niet. Het is niet Duitsland. Deze vakantie is heel speciaal. En Duitsland is de eerste stop. En morgen gaan wij naar het vliegveld voor de bestemming. Maar ik zeg nog niks. We gaan nu eerst de koffers in de auto laaien. En dan gaan we vast naar Duitsland. Dus ik zie jullie na de intro in de auto met de koffers in Duitsland. Dat was dan de intro. Eigenlijk zou ik, nou dat was we in de auto zaten en ik zag het bordje Duitsland, daar zou ik nog filmen. Maar toen ben ik al in slaap gevallen, dus dat is niet meer gekomen. Wij zitten nu al in het hotel. Klein te groot, het is net een huiskamer, maar dan met twee bedden. En nou gaan we daar even iets eten. Wat zijn we nog een beetje aan het bekijken blijkbaar. Maar volgens mij was de planning nog steeds Pommes mit Schnitzel. Maar we zien wel. Zo jongens, het is toch Pommes mit Schnitzel geworden. Super blij mee. Nou ga ik eten en ik zie jullie morgen weer. The next day. Guten Morgen, meine vrienden. Het is de volgende dag al om... Shit, kan ik nou niet zien. Knijt te vroeg. Zijn we hier op het vliegveld in Düsseldorf. Nou gaan we dus daar al vliegen. Geen idee hoe laat. En de eerste stop... Want er zit een stop tussen. Het is echt ongelooflijk. Is naar Amsterdam. Dat stuk ga ik niet filmen dat we daar naar Amsterdam vliegen. Als wij gaan vliegen met het vliegtuig van Amsterdam naar de bestemming. Dan ga ik wel wat van de vlucht filmen. Nu daar nog niet. Dus wij gaan nu wachten tot we kunnen vliegen naar Amsterdam. Ik zie jullie dus weer terug in Amsterdam. Zo jongens. We zijn nog steeds in Düsseldorf. We zijn net door de security en alles geweest. Heel gedoe. Maar we zijn er dus nog. En zoals je ziet, hier hebben we dan nu al een vliegtuig staan. En daar achterin heb je er ook nog veel meer. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien. Maar dat maakt niet zozeer uit. Dus nu is het wachten tot we gaan vliegen van Düsseldorf naar Amsterdam. En ik zie jullie dadelijk weer in Amsterdam. Hopelijk met een koeler hoofd, want ik ben een beetje gefrustreerd. Zo, een goedemorgen nu in Amsterdam, Schiphol. Wij zouden van Düsseldorf om 6:10 vliegen. Dat werd uitgesteld, want we kregen sneeuw. Toen was het rond 7:30 dat we gingen vliegen, dus rond 8:00 dat we nu hier zijn. En nou moeten we wachten tot 1:00. Voordat we het volgende vliegtuig op kunnen. Door naar de bestemming. Maar wij doen eerst even eten. En ik heb natuurlijk weer een echt iets Nederlands. Zo zijn ze broodjes. Natuurlijk hè. Nou, ik ga eten. En daarna zie ik wel of ik nog hier iets opneem. En anders zien we misschien wel in het vliegtuig. Want ik mocht in het vorige vliegtuig ook niet filmen. Dus we zien wel. Zo, wij zitten eindelijk in het vliegtuig voor de bestemming. Zodra wij zijn opgestegen, ga ik als eerste
slapen. Ik maak maar een compilatie daarna van als ik nog toevallig nog wat andere dingen doe. Zien we dan wel. Ik ga van straks slapen. Kunnen het zien? Kunnen het zien? Kunnen het zien? Oh nee, zo niet. Zo wel. Zo zien we het, hè? Er staat Walt Disney World. Dus ik ben vandaag, oh ja, gisterochtend, vertrokken naar, jawel, Orlando voor Walt Disney World. En we zitten hier dus in een verrekt Disney hotel, jongens. Fantastisch! Ik heb zo moeite moeten doen om te zorgen dat ik niks zou zeggen totdat we er waren. Dus ja, was lachen zat. We hebben dus nu 2 dagen gehad. In Duitsland, in Düsseldorf. En dan vandaag al dat vliegwerk. God, wat was ik blij. Maar ook echt heel blij dat we eindelijk uit dat vliegtuig waren. Echt waar. Oh, ik was kapot. Ik was echt kapot. Ik ben wel sinds vanmorgen dat we in het vliegtuig van Düsseldorf naar Amsterdam geweest zijn, ben ik elke keer iets vergeten te laten zien namelijk. Want ik mag nog even met de piloot gaan babbelen in Düsseldorf. Gaat toch, die foto's. Ik bedoel, kom op. Fucking rap. Dus, nee. We zijn dus in Walt Disney World in Orlando voor 3 weken. En morgen, voor mij dan, volgende week voor jullie, gaan wij naar één van de parken. Welke? Hang nog even stil. Ik weet het wel al, maar ik hou stil. Hoe dan ook, ik heb expres ook van YouTubers niks, nog eens nader gekeken van Walt Disney World content. Zodat ik compleet verrast ben. Dus, hoe dan ook, ik hoop dat jullie die komende weken met mij meegaan op reis door Walt Disney World en Universal Studios. Ja, die gaat er ook bij zitten. Ja, ik ga nu afsluiten. Ik ga dadelijk, denk ik, heel gauw pitten. Ik ben dood op. Ik ben echt dood op. Dus vonden jullie deze vlog alvast leuk van het reizen naar Orlando? Vergeet dan zeker niet te liken, te commenten en te abonneren. Get it memorized. En dan zeg ik tot volgende week in één van de Disney parken van Walt Disney World. See ya real soon.